Maar ik probeer ook wel tegenwoordig ook gewoon mezelf in te prenten van, weet je, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Als het fout gaat, dan gaat het fout. Ja, oké. Okay. Maar dan is niet gelijk mijn hele carrière voorbij. Hey, ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij dagelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. We hebben nog niet heel vaak gerepeteerd. Ik denk in de totaal 3 keer. Wat best wel gek is, omdat we al best wel veel optredens hebben gehad. Maar we hebben altijd heel veel gedaan zonder repetitie. En het ging allemaal verbazingwekkend goed. Maar ik hoop dat het hiermee nog beter gaat. Niemand hier heeft wat wij hebben. Niemand hier hoeft niets te weten. Niemand hier kan ons iets zeggen. Sorry. Iets sneller is de roer sneller. Ietsje sneller dan mij. Met de snelheid van het licht kom ik naar jou. Vertel mij dan iets. Leon en ik waren op zoek naar een nummer dus om te kofferen. En toen kwamen we niemand tegen en toen dachten we van, hé, dit is eigenlijk wel heel grappig. Ik ga het natuurlijk nooit op deze hip-hop, dance-achtige manier zingen. Maar als we dat een beetje uitkleden en rustiger maken, misschien kan het dan wel heel mooi zijn. En juist omdat het Nederlands was, dachten we van, is dat misschien wel cool? Want dat is ook iets heel anders dan wat de mensen van mij gewend zijn. Ik vind hem zelf echt super mooi geworden. Stiekem, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind hem stiekem denk ik nog mooier dan van Neverland. Wakker? Ik ben wakker. Het zijn bij mij altijd gewoon de zenuwen die me de das omdoen. Maar dat is eigenlijk niet alleen bij zingen, maar dat is bij alles zo. Van die stomme lichamelijke dingen dat ik dan een beetje oncontroleerbaar begin te trillen en ik word altijd heel misselijk. Maar doordat ik zo zenuwachtig raak, heb ik ook gewoon minder controle over mijn stem. Want niet alleen mijn handen gaan trillen, mijn stem gaat ook trillen. Hoe gaat het nu, Tess? Gaat nu iets beter. Nee, ik weet niet. Ik wil gewoon even, zeg maar, als ik nu moet gaan praten erover, dan word ik alleen maar nog zenuwachtiger. Mijn vorige post was 35 weken terug. Snap je? Snap het. Dit is mijn 8e post al vandaag. Ik haat dit broodje. 8e. Dat bericht is. Dat is niet veel. Oké, dus hij gaat zo meteen via de koptelefoon, maar komt hij ook nog even aan om aan te geven wanneer Giel even 20 seconden hier naartoe schakelt. Okay. Moet je gewoon lekker gewoon spelen. Maar wat beginnen we dan bij het begin? Gewoon Finding Neverland. Gewoon. Het is een mixje van controle hebben over mijn stem, wat te maken heeft met techniek en met ademhaling. En het is ook heel erg die zenuwen die soms heel erg overheersen. En soms dan valt het opeens helemaal van me af als ik ga zingen. Nou, we zijn helemaal business, jongens. Helemaal business. Nou, dat ging wel wat beter. Lekker toch? Ja, je bent helemaal... Ik ben cool. Gelukkig. Ja, het is altijd zo kut, weet je. Ik word gewoon zo fucking zenuwachtig van zo'n... Voor mijn gevoel slechte soundcheck. Dus dan weet je, dan denk ik... Weet je wat het hele ding is? Slechte generale is een goede voorstelling, zeg zo. Ja, alleen bijvoorbeeld gisteren was de repetitie ging echt fucking goed. Ja. Dat is eigenlijk een slecht teken. Dus ook als je hem eruit gaat, dan helemaal... Ja, hallo. Alles goed? Ja, zeker, zeker. Zijn we? Nee, ja, een beetje, maar ook gewoon omdat het zo vroeg is hoor. Maar dat hoor je natuurlijk elke dag.
Fijn dat je er bent, Teske. Ik merk gelijk heel veel reacties van mensen die zeggen... oh, Teske in de studio. En ik voel me dan ook alsof ik heel veel van je weet. Want ik zag jou op de speelplaats. Ik dacht, oh, ze heeft een favoriete truitje aan. Ja, dat klopt. Ja, dat had je in een soort weekoverzicht had je dat gezegd. Ja, ik heb wel gemerkt dat ik de muziek gewoon zo ontzettend leuk vind. En dat ik er heel veel uitdaging in zie. Dus ik wil hier gewoon heel graag mee verder. Ik ben ook zelf heel veel aan het schrijven. Oké. Ik wil gewoon meer muziek. We gaan het meemaken. Eske, ga je blootgeven op de speelplaats? Yes. Want dat gaat zeker gebeuren met de band die daar klaar zit. Met Clemens, met Frank, met Jelle, Omar en Robert-Jan. En dan gaan we het horen. Finding stars ahead is where I hope to find. Ach, ja, nu is de spanning er wel vanaf. Ja, ik tril gewoon heel erg. Ja? Ja. Heel goed gedaan, joh. Thanks. Je bent toch al tevreden? Ja, ik heb nog niet gehoord. Maar ik heb niet een massive fout gemaakt. Helemaal niet. Ik heb niks geks gehoord. Het ging hartstikke goed. Gaat goed. Ik ben mijn ergste zenuwen nu een beetje verloren. Maar ik vind het nog steeds wel spannend, hoor. Het is echt zo'n momentding. Ik kan niet zeggen van, oh jongens, we doen het even over. Dat vind ik het engste eraan, weet je wel. Dat is gewoon, en als het dan op dat moment niet goed gaat, dan gaat het gewoon niet goed. Ik ben pas niet zenuwachtig meer als het afgelopen is. En dan ben ik nog zenuwachtig om het terug te luisteren. En dan is het wel ongeveer voorbij. Op stroom. Ja, echt? Ja, hij laat ons het zelf bij, zeg maar. Het is niet meer in natuurlijk. Ik ga zo mijn bed weer in. Niemand hier heeft wat wij hebben. Niemand hier hoeft niks te weten. Niemand hier kan ons iets zeggen over ons. Niemand hier heeft wat wij hebben. Niemand hier hoeft niks te weten. Niemand hier kan ons iets zeggen over ons. Wauw, gewoon echt een nieuw triggervingertje, een nieuw origineel is geboren. Ja, beter dan het origineel, dat is echt by far zo. Wat gaaf dit, wauw, wat een ongelofelijke supercover, wat een stem. 100 keer beter dan die autotune onzin. Groeten van Tom, wauw, kippenvel, wat een heerlijke stem. Ah, heel erg gaaf. Thanks. Ik denk dat we die op YouTube gaan zetten en heel veel duimpjes omhoog gaan krijgen. Ja, ik vond het een beetje overweldigend toen hij dat allemaal zo voorlas. Omdat... ik weet niet, net deed hij er 4 of zo. En nu was het echt zo super veel en allemaal heel positief. Dus ik ben blij. Ja, ik weet niet, waarom doen we dit eigenlijk? Er is geen waarom. Ik ben gewoon even onze best.